mee in de wereld van de dwarsfluit. Ikzelf hou graag vast aan het idee dat de eerste mens op aarde kwam met een dwarsfluit in de hand. Nou is die fluit dus niet in één keer van helemaal klepnoos naar helemaal modern gegaan. Ik liet het net al even zien. Er is een tussenfase geweest waarin er allemaal kleppen opkwamen op die fluit. Zo heb je de piccolo, de gewone dwarsfluit, de alt-dwarsfluit, de bas-dwarsfluit, de contrabas-dwarsfluit, de sub-contrabas-dwarsfluit en de hyper-dwarsfluit.